vandaag een shoplog voor jullie. En dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met food. Maar ik had al aangegeven dat ik de zaterdagvideo's gewoon wat lekker persoonlijk wil houden. En totaal niet in relatie staand met food. Dus ik dacht, laat ik gewoon eens een keertje een shoplog opnemen. Want ik vind ze zelf namelijk altijd super leuk om te zien. Ik ben afgelopen week met mijn moeder in Zwolle geweest. En daar heb ik heel veel gekocht. Ik had ook echt wel een paar dingen nodig. En dat ga ik vandaag aan je laten zien. Ik heb hier een hele grote tas staan vol met allemaal leuke dingen. En ik ga het gewoon allemaal even langs. Ik begin heel saai met een zonnebrandcreme voor het gezicht. Ik gebruik nu de Micro Delivery Peel van Philosophy. En ik gebruik van Paula's Choice een soort acrylazuur. Ik weet niet zo goed hoe het heet. Waardoor de opperlaag van je huid gewoon net even ietsjes dunner wordt. Of juist helemaal weggescrubd of gepeeld wordt. En daardoor is je huid gewoon wat gevoeliger voor de zon. Dus het werd mij aangeraden om een goede gezichtszonnebrandcreme te halen. En dat heb ik gedaan. Ik heb die van Vision. Die kocht ik bij de Kruidvat. En die was €7,99 met factor 30. Dus ik hoop dat het helpt. Dan gaan we gelijk maar over op de fashion aankopen. Dus ik heb het allemaal een beetje door elkaar, denk ik. Ik kocht een hoed. Ik ben helemaal geen hoedenmens, maar ik zag deze bij de H&M. Hij kost €12,99 en ik vond hem gewoon super leuk. Ik zal hem even opdoen. Kijk, ik vind hem echt wel super cool staan. Zeker met los haar, als dat een beetje zo wit is. Ik denk, nou ja, voor de zomer als de zon schijnt. Vroeger droeg ik altijd een pet en toen dacht ik, nou, vind ik toch een beetje gek voor nu. En toen zag ik deze hoed en aangezien hoeden weer helemaal in zijn, dacht ik, ah, laat ik me gewoon meenemen. Ik vond de prijs ook nog wel oké. Dus die. Bij de H&M kocht ik ook een korte broek. Dat is deze. Lekker flodderig, gewoon zwart-wit gestreept. Heel erg lekker voor in de zomer, op zomervakantie naar Bali. Hij zat ook gewoon heel erg lekker. Ik ga over drie maanden, 2,5 week op vakantie naar Bali. En ik dacht, nou ja, ik zag nu zo'n flodderbroekje. En laat ik hem maar gewoon meenemen. Ze hadden hem in 4 verschillende prints en hij is €9,99. Nou, bij de H&M kocht ik ook nog 2 hele basic hemdjes. Die draag ik altijd onder, nou, zoals deze schijnt heel erg door. Dus dan heb ik zo'n basishemdje eronder. Kocht ik in wit en in crème kleur. Gewoon dezelfde, zijn €4,99 per stuk van H&M Basics lijn. En ik kocht een kledingborstel, want die hadden we nog nodig. En die was €1,99. Dan kocht ik bij de V&D. V&D Zwolle heeft tegenwoordig blijkbaar een nieuw look. De vorige keer dat wij in Zwolle waren, dat is echt al maanden geleden, dat is ergens vorig jaar, 2014. Hadden ze een nieuw look nog niet en ik ben een gek op nieuw look. En ik kocht daar een maxi rok voor de zomer. In echt de meest perfecte kleur. Ik ben echt dol op de blauwe kleur. En dan zeker als die kobalt is. En dat staat, nee, vind ik zelf gewoon heel erg leuk. Dat is deze. Hij heeft zeg maar aan de achterkant een elastiek waarmee je hem goed om kan doen. En aan de voorkant heeft hij zakken waarmee je dan lekker losjes je handen in kan doen. En onderaan, ik hoop dat je het kan zien, heeft hij een hele kleine split. Zie? Dan kun je hem lostrekken. En hij komt gewoon helemaal tot op mijn enkels. Echt super leuk. En deze kostte €17,99 van een nieuw look dus. Bij C&A kocht ik een hele leuke bikini. Ik kwam hem tegen. Het was super goedkoop. Ik ging hem passen en ik dacht, wauw, oké, die moet ik mee. Het is echt een setje. Het is een beetje een vintage bikini. Nou, een beetje jaren 60 stijl. Hij ziet er zo uit. Zwart-wit gestreept. Met een heel schattig koraalkleurig strikje. En ik kocht er natuurlijk ook een broekje bij. En die is eigenlijk gewoon recht toe recht aan deze. Ook met 2 van die koraalstrikjes aan de zijkant. Ze hadden echt super leuke bikinis en badpakken trouwens ook bij de C&A. Ik kon daar eigenlijk zelf niet zo heel erg veel. Ik koopte niet zoveel. Maar mama wilde er graag even heen. Toen zag ik deze bikini. Wauw, die is echt super cool. En het beste is gewoon de prijs. Voor het broekje of voor het topje betaal je €4,50. Je kunt mixen en matchen. In totaal heb je dan voor €9 een bikini. Dus echt super chill. Next.
Ik kocht een paar schoenen. Ik loop al ik denk een jaar of 3 of zo op sandaaltjes van de Primark. En die vind ik echt fantastisch. En ik draag ze gelijk zodra het mooi weer wordt. Maar ze gingen gewoon een beetje kapot. En dat vond ik zonde. En bij Van Haren vond ik hele leuke nieuwe sandaaltjes. Tenminste vind ik. En ze waren ook helemaal niet zo duur. Ook Van Haren is weer een winkel die ik standaard oversla eigenlijk. En nu zag ik echt super leuke sandaaltjes. Het zijn deze. Ik ga het er even uithalen. Ze zijn echt open. Ze hebben een pieptoe. En ze hebben een heel klein sleehakje van Kirk. Nou, ze zijn een beetje grijzig van kleur. En ze zijn een beetje suède-achtig. Het is niet echt leer. De prijs is daar ook gewoon niet naar. Het was €22,90 voor dit paar. Maar ze zitten echt fantastisch. Dus ik kan echt niet wachten om ze aan te doen. Kijk, dit zijn ze. Ik kan echt niet wachten om ze daar te doen. En ze lijken me gewoon heel erg lekker lopen. Ik vond ze in de winkel al super lekker lopen. Dus dat zijn mijn nieuwe sandaaltjes. Ik zocht ook nog nieuwe instappertjes. Want ook die gaan helaas stuk. Gewoon ballerina's met een klein hakje of zo. Maar die kon ik helaas niet vinden. Dus hopelijk de volgende keer. En dan ben ik alweer aangekomen bij de laatste. En natuurlijk, ik kan echt geen enkele stap bezoeken waar een coaster of een kostenstoep ook uitspreekt, zit zonder die winkel naar binnen te lopen. En ik zag zoveel leuks hangen en ik word echt zo hebberig van die winkel. Maar uiteindelijk kocht ik er alleen een jasje. En ik kocht een leren jack. Deze. En ik vind hem echt perfect. Oh, er zat een dikke prop aan. Dit hoort er niet aan. Ik zal hem even aantrekken, kijken of dat wil. Oeps. Kijk, dit is hem. Ik hoop dat ik het kan zien. Kijk, hij valt gewoon echt heel erg mooi. En aan de achterkant zit ook nog een beetje franje. En het is echt zo'n bikerjack. Dus hij is wat korter. Ik krijg hem niet dicht, want ik heb altijd veel te groot voorgeven om jasjes dicht te krijgen. Maar persoonlijk vind ik hem ook gewoon het leukste als hij loshangt. En het fijne aan dit jasje vind ik gewoon dat je hem echt overal bij kan dragen. De kleur is heel erg veilig. De stof is echt perfect. Het is echt leer. En hij was goed in de aanbieding. De prijs, hij was €149,95 en is nu €99,95. En daarvoor kon ik hem gewoon niet laten hangen. Dus deze. En dat waren mijn aankoopjes. Dat waren alle dingen die ik heb gekocht toen ik met mama in Zwolle ging shoppen. Het valt op zich qua hoeveelheid wel mee. Zeker als het vergelijkt met fashion bloggers en zo. Die splurs, ja echt geloof ik. Die kopen alles in één keer. Ja, dat doe ik gewoon niet. Ik had een aantal dingen nodig onder die sandaaltjes. Ik had een lentejasje nodig. Nou, dat is dat leren jack dan geworden. En ik wilde gewoon wat leuke zomerse dingetjes. Dus dat is zeker gelukt. Ik hoop dat je, ondanks dat deze video totaal niet met food te maken heeft gehad, hem toch leuk vond om te zien. Aankomende maandag ga ik gewoon weer lekker verder met de food video en donderdag ook. En het zal heus niet heel vaak gebeuren dat er een shoplog voorbij komt. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik ben heel erg blij met de dingen die ik heb gekocht. En daarom wil ik ze graag aan jullie laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vonden. Voor nu bedankt in ieder geval voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hierna. Want dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. En zoals ik net al zei, ik zie jou aankomende maandag weer met gewoon een kookvideo. Doeg!